uit de dom te horen klinkt. De lagers van de 17e-eeuwse speeltrommel moeten namelijk worden vervangen, waardoor het carillon voorlopig niet automatisch kan spelen. De handmatige bespeling van het carillon door de stadsbeheerder kan gewoon doorgaan. André Pauws is komend seizoen trainer van FC Lienden. De club buiten Beveren speelt in de zondagtopklasse. Pauws maakte onlangs bekend dat hij na 3 seizoenen vertrekt bij Spakenburg. En dan nog even kijken naar het nieuws van buiten onze regio. De NS zet langere sprinters in tijdens de spits in de Randstad. Verder geven NS-medewerkers op stations tips om op een handige plek in te stappen. Er wordt sinds de nieuwe dienstregeling veel geklaagd over de volle trein. GroenLinks is enthousiast over de Nederlandse missie in Kunduz, wat zijn fractieleider Sap na 4 dagen in Afghanistan. Het kabinet wil de missie uitbreiden, maar Sap twijfelt over haar steun.